Al sinds 2003 is dit mes mogelijk de sleutel tot het oplossen van een hele trieste moord in Amsterdam. Met een nieuw cold case onderzoek en nieuwe tips hopen we alsnog te zorgen dat de moordenaar of moordenaars van deze Judy worden opgepakt. Ze werd geboren als man in Ecuador, vandaar dat we ook in het Spaanse ondertitelen om bekenden van haar te bereiken. Ze voelde zich 100% vrouw, vandaar dat zij zich Judy noemde. Maar Judy werd in 1968 in het Zuid-Amerikaanse Ecuador geboren als man. Als Byron Ramiro Fierro Pineda. Omdat het in haar eigen land moeilijk is om als vrouw door het leven te gaan, komt Judy ergens rond 2000, als ze rond de 30 is, naar Nederland. Hier doet Judy er alles aan om er als vrouw uit te zien. Haar grote wens is een geslachtsveranderende operatie. Maar in Ecuador is zo'n operatie onbetaalbaar. En in Nederland onuitvoerbaar, omdat zij hier illegaal is. In 2003 woont Judy hier samen met haar vriend aan de Bernard Loderstraat in Amsterdam-Nieuw-West. Ze heeft veel Ecuadoriaanse vrienden en leidt een vrij doorsnee bestaan. Afgezien van haar werk dan, dat haar vaak naar de Theems wegbrengt op zo'n 10 minuten loopafstand. Judy tippelt daar. Een gewone baan kan ze als illegaal niet vinden. En ze wil graag geld naar haar moeder in Ecuador kunnen sturen. Hoewel ze privé gelukkig is, is het geen makkelijk leven dat Judy leidt als illegale transgender prostituee. Mogelijk dat ze daarom haar toevlucht zoekt in een wild leven met drank, uitgaan en risico's. Ze werkt ook buiten de tippelzone en stapt soms wel eens in een auto met meerdere mannen. Het is door iemand die op haar manier vol in het leven staat. Zeer toegankelijk toch was. Daarnaast ook wel iemand die verhield van feesten. Plezierig was in de omgang. Als pastoor voor de Spaanstaligen kwamen we dus ook op de tippelzone zelf. En dat was voor ons ook een manier om contact met die groep te hebben. En waar ze hun verhaal kwijt konden. En dan begonnen ze zelf wat te vertellen wat ze wilden vertellen. Zondagavond 22 juni 2003 is de laatste avond dat Judy in leven is. Tot ongeveer 22:30 kijkt zij tv met haar vriend. Daarna gaat ze aan het werk. Oké, tot morgen. Doei. Alles wat er met Judy gebeurt nadat ze thuis vertrekt, is in nevelen gehuld. Het enige vaststaande feit is dat haar lichaam de volgende ochtend aan de Seineweg wordt gevonden. Ze wordt gevonden op haar vaste afwerkplek, net voor het voetbalterrein van Türkiyemspor. Haar lichaam vertoont steekwonden, maar uiteindelijk is ze overleden door verwurging. En uit sectie blijkt ook dat Judy waarschijnlijk al zo'n anderhalf uur na haar vertrek thuis om het leven is gebracht. Contact met haar familie in Ecuador is er geweest. We hebben ook gezorgd dat er toch een afscheid kon zijn van haar. En dat is dan op de Schiphol mortuarium heeft dat plaatsgevonden. Dat ze niet zomaar wegging, wij vonden toch wel dat dat op een waardige manier moest gebeuren. Judy wordt op 34-jarige leeftijd in haar vaderland Ecuador begraven. Mevrouw Lust, een heel trieste einde aan een leven dat al ontzettend moeilijk was. Maar Judy is niet vergeten. Nee, uiteraard niet door haar nabestaanden in Ecuador. Maar zeker ook niet door de mensen die haar hier hebben gekend. En zelfs niet door ons. Want 12,5 jaar na dato willen wij deze zaak nog steeds heel graag oplossen. Judy of Jody, zoals ze ook al werd genoemd, was officieel nog man. Zo stond het in haar paspoort. Maar ze voelde zich vrouw, ze leefde als vrouw. En vandaar dat we haar nu ook zo noemen. We hebben de zaak al eens een keertje besproken en opsporing verzocht. Maar er zijn nu nieuwe redenen om hem opnieuw onder de aandacht te brengen. Ja, dat klopt. En deze zaak speelde zich destijds af in de wereld van de Ecuadoriaanse transgender straatprostituees. Een aantal van hen leefden toen hier in illegaliteit. En dan is de stap om naar de politie te gaan natuurlijk wel heel erg groot. En die hebben ze ook over het algemeen niet durven zetten. Maar een aantal van hen leven hier nu ook gewoon legaal. Dus we hopen ook met name uit die hoek nog tips te krijgen. We roepen ook getuigen op die in de afgelopen jaren iets gehoord hebben over deze zaak. En natuurlijk is alle andere informatie ook heel erg welkom. Inmiddels is er een beloning uitgeloofd van €15.000 voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. En doordat er zoveel tijd is verstreken, zijn er ook nog wel een aantal andere aspecten aan de zaak veranderd. Ja, zeker. Want dankzij de verbeterde technieken van nu hebben we nieuwe aanknopingspunten in deze zaak. Zo rechercheren we meerdere scenario's uit van wat er die avond kan zijn gebeurd. Als we eens gaan kijken naar die scenario's, vaststaat dat het lichaam van Judy is gevonden op de Seineweg. Dat was destijds
tijd geen officiële tippelzone. Nee, dat klopt. En Judy tippelde ook eigenlijk bijna altijd op de Theemsweg. En dat was wel zo'n officiële zone. En daar was dit waarschijnlijk ook niet gebeurd. Er was daar wel heel veel overlast. De politie surveilleerde daar ook veel. Er werden ook regelmatig zogenaamde schoonmaakacties gehouden. Maar vanwege hun illegale status weken tippelaars daarom soms ook uit. En Judy deed dat ook. En zij ging dan onder andere naar de Seineweg. En die Seineweg hoorden we al, was niet ver van haar huis aan de Bernard Loderstraat. Daar is zondagavond 22 juni 2003 dus rond 22:30 weggegaan. Ja, en het meest aannemelijke is dat zij toen in de richting van de Antonie Moddermansstraat is gelopen. Vanaf daar naar de Halemerweg en de Seineweg. En dat is een wandeling van ongeveer 10 minuten. Eerder zijn we vooral van het scenario uitgegaan dat Judy op die Seineweg mogelijk door een auto is opgepikt en meegenomen is naar de plek waar we haar later hebben gevonden. Dus dat ze vrij snel daarna ook om het leven is gebracht. Maar we houden er nu ook rekening mee dat ze zelf naar die locatie is gelopen. Want die is daar niet zo heel ver vandaan. Even specifiek over die locatie. Ze is gevonden vlak voor het voetbalterrein van Türkiyespor. Ja, klopt. Dat was haar afwerkplek. Dus de plek waar ze met haar klanten naartoe ging. In de bosjes bij het sportpark Spieringhorn. Dat was tussen de voetbalterreinen van de Amsterdamse sportclub SDW en FC Türkiyespor. En we hebben daar sporen gevonden waardoor we niet uitsluiten dat Judy voordat ze werd vermoord mogelijk ook nog andere klanten hebben gehad. Dus we willen heel graag spreken met mensen die zondagavond 22 juni 2003 daar ook zijn geweest. Nou, is dat lang geleden, maar als daar iemand vermoord is, dan kan je dat echt nog herinneren. Ja, en dat denken wij ook. En we willen bijvoorbeeld heel graag spreken met mensen die iets gemerkt hebben van een voorval. Van Judy met mogelijk een nieuwe klant of nieuwe klanten. Misschien dat er ruzie is geweest. We willen ook heel graag spreken met mensen die vaker bij Judy kwamen. Want mogelijk heeft ze verteld dat ze bang was voor iemand. Of toch een andere gebeurtenis die achteraf toch met haar dood in verband kan worden gebracht. Nou, is dat misschien niet zo makkelijk om te delen, de informatie dat je daar was met een illegale transgender prostituee? Ja, en dat begrijpen wij ook. En we gaan echt uiterst zorgvuldig met die informatie om. Want het gaat ons er echt alleen maar om die moord op te lossen. Er kan ook contact opgenomen worden met Roze in Blauw. Het is een speciaal politieteam dat specifiek aanspreekpunt is voor de homogemeenschap, maar zeker ook voor de transgendergemeenschap. En daar is ook zeker alle begrip voor dit soort verhalen. En natuurlijk mag u ook anoniem bellen met M. En dan is er al die jaar al een heel concreet spoor naar de moordenaar of moordenaars. Judy werd uiteindelijk gewurgd, maar heel naar. Ze is eerst nog bewerkt met een mes. En dat bewuste mes, dat hebben we hier. Ja, klopt. En met dit mes is zij in haar hoofd en in haar handen gestoken. Het is achtergebleven, dus voor ons een heel belangrijk en concreet spoor naar die dader. Het is van het merk Victorinox. En het heeft een Vibrox heft. Dat wordt vooral in de horeca gebruikt. Het heeft een flexibel lemmet. En daardoor is het ook een heel bijzonder mes. Het is professioneel. Het is veel gebruikt. En het is ook afgesleten. En wij denken dat het waarschijnlijk door de eigenaar is gemerkt. Ja, daar wordt vanavond al over gebeld. Bijvoorbeeld opvalt dat zijn die twee inkepingen. Een beetje in de overgang van het lemmet naar het heft. Ja, klopt. En we weten dat bijvoorbeeld koks dat wel doen. Dat zien we hier aan deze kant. Aan beide zijden zit een kerfje. En dat is eigenlijk een soort van handtekening om te voorkomen dat anderen dat mes gebruiken. En uiteraard zijn we heel benieuwd of mensen die twee kerfjes herkennen. Mogelijk ook in combinatie met de andere kerven op het heft. Dat zit zowel aan de onderkant als nog aan de bovenkant. We houden er rekening mee dat die kerfjes zijn ontstaan door het slijpen van het mes. Maar we willen het toch vragen of mensen dit mes herkennen. Hele duidelijke oproep. Kende u iemand die destijds zo'n mes gebruikte? Dat hoeft trouwens niet per se een kok te zijn geweest. En realiseert u zich nu pas dat er misschien iets niet klopte? Neem dan contact of misschien bent u dus nu pas in de omstandigheden om iets te vertellen. En zoals we al eerder zeiden, de hoofdofficier van justitie heeft dus een beloning uitgeloofd van 15.000 euro. De opsporingstiplijn van de politie 0800 6070. Meld misdaad anoniem 0800 7000. Team Nationale Inlichtingen 079 345 8999.